Een mooi moment. Het derde seizoen van de Tafel van IJsselweer. Dit wordt de eerste uitzending. We hebben een iets andere omgeving, want we hebben twee seizoenen met veel plezier in de Vorstin gezeten. Maar we vonden het tijd om onze vleugels uit te slaan. En in Hilversum is het Grand Theater en het Grand Café Gooiland toch heilige grond, hè? De creatie van de architect Duiker. Maar laten we vooral niet vergeten dat hier in de zaal hierachter, daar trad het Concertgebouworkest op, daar trad het Residentieorkest op, Les Frères Jacques, La Copion, La Chanson, allemaal grote cabaretiers, de grote toneelstukken. Als nou iets van die glorie afstraalt op wat hier gebeurt, dan zijn wij beren trots. En dank aan de organisatie van Gooiland dat we hier te gast zijn. We kunnen kiezen uit twee vleugels. We hebben de hele tap tot onze beschikking, dus ons kan niets gebeuren. Maar naast mij zit Tim Welvaerts. Die heb ik zomaar in Hilversum van straat opgeraapt, want daar woon je. En tot mijn grote schaamte heb ik ooit eens een keer een jazzharmonica speler, want dat ben jij, heb ik hier naar binnen gehaald, niet wetend dat jij hier woonde. En het leuke is dat ik ben op de markt hier aangesproken van, jij praat wel met Hermine Deurlo, maar weet jij wel, sukkel, dat Tim Welvaerts hier woont. Dus dat maken we nu goed. Op tafel zien we een bijzondere contactmicrofoon, daar gaan we het ook nog even over hebben. Ja. En we zien een chromatische mondharmonica met een knopje eraan. En waarom heb jij niet zo'n riem om met 7 harmonica's eigenlijk? Nou, ik vond het toen de tijd wel heel spannend hoor, van John Mayall. Ja, die zag ik in de Blues Breakers. Met John Mayall en de Blues Breakers, inderdaad. En dat heb ik natuurlijk toen ook gespeeld. Ik vond dat machtig op zo'n bluesharpje. Maar waarom hadden ze dat dan een stuk of 7? Nou, omdat verschillende toonsoorten zijn natuurlijk. Hè? Je kan hier natuurlijk alle toonsoorten mee spelen. Want die waren dus diatonisch? Of, ja, diatonische mondharmonicaatjes. Het is chromatisch. Chromatisch. Speel je alle tonen, dus de witte en de zwarte, alles. En waarom speel je op een honer eigenlijk? Nou, ik ben endorser. Dus dat is een goede reden. Ja, die hoor ik heel veel. Ja, wat is nou een endorser? Mij. Dus die sponsoren mij. Ik krijg heel goedkoop alle apparatuur. En zij maken reclame voor me, ze hebben een website wereldwijd. Daar sta ik dan als master harmonica player op. En ik ga nu bijvoorbeeld ook weer een cd maken en die willen ze ook weer helemaal. En doe je dat sponsoren in Trossingen in Duitsland? Nee, absoluut niet. Ik heb een accordeonorkest daar eens gehoord, dat was ook fenomenaal trouwens. Ja, natuurlijk, dat doen ze geweldig. Nee, ik ga dat bij Erik van Tijn doen in de studio. Ja, in Marcel Schimschijmer als producer. Ja, ja. Met het clubje van Toets, het triootje. Dus met Karel Boulet. Waarom heb jij hier niet een enorme stapel cd's liggen? Want ik zag op jouw cd, die zit in de tas. Ik heb er een paar meegenomen maar in de tas. Je hebt er iets aan 25 cd-producties meegewerkt. Ja, mee ik zit gewerkt, nu op 27. Ja. Wat zou jij rijk worden aan alle royalties? Hè? Want daar hoor ik altijd hele spannende verhalen over. Ja, dat over zou fijn zijn. Rolling Stones, Management BV in Amsterdam en zo. Ik denk als je bekend bent, dan hoef je maar één cd te maken. En dan ben je begint klaar. Het binnen te hollen, maar... Nou ja, goed. Maar hoe werkt dat? Is het nou steeds populairder aan het worden? Harmonica met jazz? Is het nou de schaduw van Toets Tielemans die er net weer opgehouden is? Absoluut. Het is wat hij natuurlijk verspreid heet over de hele wereld. Want hij heeft jou persoonlijk over je bol geëit, hè? Ja, ik ben bij hem mogen komen in 1988. Want hij woonde toch in het oude Brussel, in de Marolle? Nee, ja, daar is hij geboren. Oh. Maar hij woont in een dorpje 10 kilometer buiten Brussel. Ja. En Jerry van Rooyen heeft me aan hem geïntroduceerd. Wie is Jerry van Rooyen? Dat was mijn, natuurlijk sowieso dirigent en arrangeur van het Metropoolorkest. Ja, want daar heb je ook gespeeld, hè, natuurlijk. Ja, ik heb met het Metropool ook een cd mogen maken, klopt. En Jerry heeft me voorgesteld, omdat ik op het conservatorium zat hier in Hilversum. Ja, daar heb jij een opleiding gedaan tot saxofonist. Ja. Dat was op de Snellieslaan nog of zo. Of, waar zat dat iets? Ja, dat was hier vlakbij. Eigenlijk op de Groest was een pand. Oh. En daar had ik ensemblelessen en praktijkles. Herman Schonewald was een van mijn leraren. Een grote naam. Ja. Maar speel je nog steeds saxofoon of niet? Ja, dat wissel ik af bij optredens. Dat is wel leuk. Vinden mensen ook leuk. Vind ik zelf ook fijn om te doen. Kun je ervan leven, van jazz harmonica's? Ja, dat bedoel ik. Ik kan er wel van leven. Ik heb ook steeds meer mensen die vragen, god, kan ik dat ook leren? Want dat ziet er zo makkelijk uit. Dan zeg ik, dan ga ik ze uittesten en ik geef ze een proefles. En als het wat is, dan mogen ze blijven. Dan moet je straks je jaarverslag maar even inleveren. Dan zijn we wel benieuwd naar bij RTI. Ja. Ik heb dat even uitgezocht. Maar ik heb gezien dat je met al heel wat grote namen uit het jazz internationaal hebt gespeeld. Hè? Want ik zie hier staan Stevie Wonder. Hè? Isn't she lovely? Fantastisch. Hè? Ja. Nou, Ray Brown is ook niet meer onder ons. Hè? Nee, dat was ook een enorme verrassing. Ja. Kenny Burrell. Ja, die heeft me zelfs gesponsord voor mijn
mijn visa in Amerika. Mooi nagaan. Maar hoe ben je die mensen moeten tegenkomen? Ik heb nog Lee Ritenour staan, Rick Lawson, Roy Hargrove, Earl Palmer, die ken ik trouwens niet. Fantastische drummer. Ja. Maar hoe ben je die mensen tegengekomen? In Los Angeles, in het circuit waar ik vertoefde. Ik heb daar 5 jaar gewoond. Oh, ja. Dus je bent op die grote muziekbeurs daar ook geweest, in Anaheim. Het was Toets die eigenlijk mij toen geadviseerd heeft om naar Amerika te gaan. En toen zei hij, of naar New York, of naar L.A. Ja, West Coast. En ik dacht aan het klimaat. Ik denk, L.A., daar zit ik waarschijnlijk wel goed. Ik zie het zo bereid ben je al. Bovendien, ik was West Coast. Hou ik heel erg van de West Coast jazz. Stan Getz was een van mijn helden. Ja. En daar heb ik trouwens een leuk kort verhaaltje over. Ik speelde op een festival in Idlewild, vlakbij Palm Springs. Een jazzfestival, in de tijd dat ik daar woonde. En toen komt er na de hand een man naar me toe en die zegt, you remind me so much of my father. En toen zei ik, god, wat leuker, speelde die dan ook mondharmonica? No, he was a saxophone player. En toen vroeg ik, was he well known? En toen keek hij me lachend aan en zei hij, I think you know him, his name is Stan Getz. Dus dat was de zoon van Stan Getz, die dus mij zei dat zijn spelen zo aan dat van zijn vader deed denken. En toen zei ik, hij was ook mijn inspiratie toen ik een tiener was om saxofoon te gaan spelen. Dus dat zit erin. Hey, maar je echoot nog steeds door, want je hebt een muziekschool hier op de Vaartweg. Ja, al 25 jaar. Hoe heet dat? All Round. Dus alle stijlen muziek. Maar waar zit dat op de Vaartweg dan? Bijna helemaal bovenaan, bij het biljartcentrum. Ja, dat weet Volkers, de houthandel. Dat weet heel veel van het. Ik meen te weten dat de jazzharmonica-spelers, die hebben allemaal zo'n ouderwetse RCA dynamische microfoon, hè? Zo'n kopje. Maar dit is een geheel Nederlands product, hè? Dit is nieuw. De man heet Rinus Vlaming en die heeft dit ontworpen. Een Vlaming Rest Mic. En dat gaat onder de mouw en dat zit dan hier. Want het voordeel is, dan hoef ik niet te mikken op een microfoon die ergens staat. Nee. En ik heb dan gewoon mijn microfoon hier en op die manier ga ik zo direct ook spelen. En ik begeleid dat dan links op de piano. Dus dan is dat heel veel vrijer. Alles vrij. En dat is een prachtige uitdrukking. Dat is een hele mooie uitvinding. En het is een wereldprimeur, heb ik begrepen, van Rinus. Dus, zijn het eigenlijk twee microfoons? Of ik gebruik ze allebei op dezelfde mouw. Ja, ja. Omdat ik natuurlijk niet twee handen gebruik. Een nier of zo. Ja, dus dat is een heel volledig geluid. Ja. Ik vind dat we gaan muziek maken. We gaan naar je luisteren. Dus leuk. Je krijgt het podium. Hartstikke goed dat je er was. En, fijn, vond ik ook. Work. Dankjewel. Okay.
Nou, we hoorden dus net Ne me quitte pas van Jacques Brel. En dat was Tim Welvaart aan de piano, of eigenlijk aan het mondharmonica. En hij begeleidde ze op de piano. En naast mij zit een echtpaar, ja, die moeten mij maar introduceren, want die hebben beide geen introductie nodig. Want ik zit hier gewoon heel schimmig en klein tegen grootvorsten uit het vak. Annette Andriessen, mezzosopraan, zangeres, daar gaan we het straks eventjes over hebben. Nou, je komt zo'n beetje terug uit Lyon. Je hebt vorig jaar in de Scala gezongen. Nou, wat moet je daar nou tegen zeggen, behalve eerbiedig zeggen van wat een carrière, hoe goed het was. Hè? En ja, Edwin Rutte, ik heb gelezen dat jij al vermoord bent. Dus dat was mijn verbazing. Maar ik zag dat jij in een of andere tv-serie ben je er ooit uitgeschreven. Ja. Goede tijden, slechte tijden. Ja, precies. Nou, dan heb je het toch ook geschopt, hè? Ja. Hey, maar ik wil je plagen. Ik heb, dankzij de goede diensten van onze achterwacht, heb ik een stokoud filmpje van je gevonden. Daar gaan we eerst even naar kijken. Kom hier. Toi comme une voile au vent du large, toi comme un oiseau sur un nuage, toi pareil au sable de la plage, d'un voile léger, le temps te fait changer. Pas si fragile et toi penché sur moi comme une rose, toi que chaque instant métamorphose, oh toi qui ne sais pas où tu te poses, malgré tout ça et peut-être pour ça. Wat is dat voor een filmpje? Want het lijkt me wel van een vorige jeugd van je of zo, hè? Het was, het was nog in de prepuberteit. Nee, het was Bob Royens, een beroemde regisseur. Man, ja. Jazeker, hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. En ik was helemaal wild van Michel Legrand. Ja, dat is Michel Legrand. Het was een fragile van Michel Legrand. En ik had eigenlijk carte blanche van Bob Royens. En ik zei, ik wil dat graag zingen. En ik wil, was geestige jeugd en onstuimigheid. En ik wil een groot scherm hebben dat ik op mijn knieën voor die vrouw ga zingen. En Bob zei, allemaal goed. Ik weet niet eens meer welk jaar dit was. Maar ik heb wel een paar instrumentalisten in beeld gezien. Maar heb jij die nog gekend? Ik dacht even dat ik Herman Scholderwald zag zitten. Maar... Zeker. Ja, ik heb ze minstens gekend omdat ze er zaten te spelen. Maar dat was Kees Mal, Wim Kuilenburg zat erbij. En ja, dat zijn mannen hoor. Dat zijn namen die vergeten zijn. En ik vind het zo mooi dat eigenlijk juist dat we die allemaal weer eens even zien. Ja, nee, dat is heel leuk. Dat is het leuke van internet, dat soort filmpjes allemaal bewaard blijft. Hè? Want ja, je bent even afgeschilderd geweest als popzanger, notabene. Je bent de Velvet Fog, Mel Torme, dat kwam er toen aanzetten. En vervolgens heb je je veel breder ontwikkeld. Want eigenlijk, ik heb geen zin om dat cv van jou voor te lezen. Want dan ben ik nog 3 kwartier bezig. Hè? Maar je hebt eigenlijk alle paden van het podium wel bewandeld. Hè? En dat doe je nog steeds. Want je hebt net een vet project achter te kiezen. Nadat je de prijs hebt gewonnen. Hè? De gouden cd voor de Ring des Nibelungen verklaard. En dat is maar weinigen gegeven om dat te doen. Hè? Ik heb nog een plaat van Anne Russell bij me. Die Amerikaanse. Die het fantastisch deed. Maar de Ring voor kinderen verklaard. Je hebt natuurlijk het voordeel gehad van de Hobbit, zeg maar. En dat soort dingen. Maar het is een groot succes geworden. En wat verwacht je van de Matthäus Passion? Ik hoop dat het hetzelfde succes zal hebben. En niet zozeer voor mezelf als wel... Het heeft mezelf zoveel plezier verschaft om eraan te gaan werken. En dat wil ik eigenlijk aan een ander gunnen. En dat is eigenlijk al.
Dat is heel moeilijk. Hè? Dat is natuurlijk ook wat een uitvoerend muzikus heeft. Hè? De dingen die je zelf hebt moeten doorgronden. Een lastige partij of een moeilijke partituur. Dat kun je eigenlijk wel delen. Maar een andere die het passief toehoort, kan daar niet helemaal instappen. Ik heb dat filmpje van jou gezien vanuit de Sint-Jan in Den Bosch. En je hebt zorgvuldig heb je alle kaarsjes onder het Maria altaar ontweken. Maar is dat voor jou een bekende grond, Den Bosch, op een of andere manier? Den Bosch is voor mij onlosmakelijk verbonden aan de vrouw links van mij, voor de kijkers rechts. Het vocalist Annette Andriessen, nou en of. Ja. Want jij bent daar zakelijk leider en je bent artistiek leider, hè, beide. En dat doe je al een paar jaar. Dus dat is dat tweejaarlijks of één jaar? Dat weet ik niet. Tweejaarlijks. Maar we hebben natuurlijk intussen een heleboel andere dingen opgetuigd. Zoals laureatenconcerten en masterclasses, trainingswerken. Dus we hebben vorig jaar een heel groot Wagner-project gedaan, wat echt wereldwijd we gaan in Nederland aandacht getrokken. Ja, we gaan aardig een rol weer meespelen. In dit programma heb ik ook van Frans van Aken gehad, de partner van Eva Maria Westbroek. En nota bene Caroline Kaart, hè, die ooit met Hans Kaart ook nog met Wagner is begonnen. Hè. Maar dat die Matthäus persoon, heb je nou niet zo'n gevoel van... Zo, die hangt weer voor een jaar, wat ooit Jo Vincent is toegeschreven. Want je moet er toch wel maanden aan gewerkt hebben. Hè? Ja, maar met zo geweldig veel plezier. En ik heb de vragen beantwoord die ik zelf had. Ja, en dat is zo plezierig. En je wordt er ingezogen. En ik heb er 4 gezien op Brava. Fantastisch heb ik ze bekeken. Ja, notities gemaakt en dergelijke. En mijn uitgangspunt is zo dicht mogelijk bij het werk blijven. Dus geen andere dingen doen. Niet dat we zeggen van nou, Bach is mooi. Maar als we er een mandoline bij zetten, wordt het nog mooier. Of een tamboerijntje. Mijn kick was dat je het verhaal hebt, de sfeer van het programma, en dat je als een stepping stone met een cd in het achterhoofd meeloopt. En dat is mijn bedoeling geweest. Maar je hebt me ooit een keer verteld dat je, althans met de ring, dat je een muzikale vriend hebt, ik sluit jou liefst even uit, die je min of meer ook meegestuurd heeft om het te doen, hè? Jazeker, en dat is een Hilversummer. Frans Lamboer, een groot, groot kenner van Wagner, heeft meters Wagner in de kast staan. Hij heeft me er geweldig mee geholpen. En verder de Nederlandse opera, Rip Titor van de Nederlandse opera, Pieter Lockwood, voor het uitzoeken van de fragmenten, want er is natuurlijk zoveel. En wat moet je nemen? En dezezelfde Frans Lamboer, omroepkoor, docent op het conservatorium en daarnaast ook nog theologie gestudeerd. Ja. Dus ik had alles in één en dat waren zulke plezierige sessies. Ja. En ook, we hebben ook gelachen toen we bezig waren. En de tijd in de gaten houdend. En dat je geen... Ja, dat je ook geen blunders maakt. Nee, dat is dat in het vuur van het verhaal moet dat niet gaan. Kloppen. Heb jij wel eens blunders begaan op podium? Dat je denkt, ik stap binnen bij Il Trovatore en dat toevallig... Nee, ik weet het, bij Hartmut Heentje. De eerste opkomst van Marcelina in Figaro. Ja. En er lag kleedje los, dus ik zou even binnenkomen om... Tjap-tap-tam, je weet wel, gewoon geweldig opgewonden. Achter dingen aan. En ik kom op een tof. Zo, recht voorover, zo mooi. Maar meteen weer omhoog. En Heentje ze later, plotseling waren ze niet meer daar. Hey, maar heb jij ooit liedambitie gehad? Ja, zeker. Ik heb ook wel, ik heb wel liederenprogramma's opgenomen. Vroeger bij de NCRV mocht ik daar eigenlijk uitkiezen. Ja. Dus daar heb ik wel liederen gedaan. En bij de Vrienden van het Lied natuurlijk. Ja. Ik heb veel met Hans Broekman gewerkt. Met Van Blerk. Ja, Gerard. Die twee heb ik eigenlijk veel... Ja, goed, en je bent vocalistenconcours. Ik ben natuurlijk een operazanger. Ja. Maar je bent ook pedagoge. En dat was ook was dat voor opera of voor lied? Nou, voor alles eigenlijk. Nou, gewoon, je pakt het allemaal mee. Nou, je geeft iemand een opleiding en de een komt voor opera en de ander... Kijk, de basis is veelal lied. Vandaar dat dat ook belangrijk is. Ja, dat denk ik ook. Hè? Nee, want ik heb met ontroering vastgesteld dat je ooit derde maagd bent geweest bij Elektra van Richard Strauss. Nou. En dat je opgeklommen bent tot Clytemnestra in Richard Strauss. Zeker. En dat zijn toch ook wel... Dat was, ik heb dat gelezen uiteraard. Dat was met Harry Koepfer. Dus waarschijnlijk moest je in roestvrije staal optreden. Nee, daar waren gewoon vrouwen in slagerskleding bebloed en kadavers. Natuurlijk. Het was dé Elektra.
Electra van de vorige eeuw. Ja, ik weet het. Het was een sensatie. Mensen stonden echt voorbij. Café Weber in de Marnestraat. En dat was zo geweldig. En die maagden, dat is de eerste 5 minuten, dat is een gekkenhuis om dat te zingen met z'n vijven. En die Kupfer, die heeft daar dus gewoon 90 uur met dans op gerepeteerd. En waren we nog niet op toneel of aan de orkestrepetitie. En dat kon toen ook nog, ja. Ja. En ik las laatst in een bespreking uit Leipzig over Elektra met Tieleman. Ja. En daar stond echt ook in, nou, hij heeft die eerste 5 maagden, vond hij zeker te ingewikkeld. Er was dus ook geen regie en niets bij. Maar nu is het Chéreau zijn laatste... Patrice Rips, ja, laatste. Ja, hoe die op de ring deed. Hè? Ja. Zeg maar, hoe is het om voor de eerste keer op het podium van de Scala in Milaan te klimmen? Heel spannend. Heilige grond. Het is toch grond. Wel heilige grond, hè? Absoluut. En hoe ben je daar, dat klinkt wat ruim, maar hoe ben je daar terechtgekomen? Ja, je wordt gevraagd. Je wordt natuurlijk gevraagd of je moet eigenlijk goedgekeurd worden. Zoiets is het, min of meer. Ja. En je hebt natuurlijk een opstapje. We hadden een wereldpremière gedaan in Amsterdam van The Dog's Heart van Raskatov. Raskatov, die naam ken ik niet. Hoor. Het mooiste moderne stuk, en ik heb er veel gedaan, wat ik ooit heb gezongen. In een prachtig archief van samen met Bernie. Dat is toen naar Engeland gegaan, in het Engels. Daar waren menig een van ons niet meer bij. Toen ging ik naar de Scala en toen de componist stond erop dat ik er weer bij was. Dus... Nou, dan moest ik daar natuurlijk allerlei gedoe en bandjes en... Maar goedgekeurd. Okay. Toen ben ik daar geweest, dat was heerlijk. We zijn daar zo'n week of 7 heb ik daar gewoond. Ja, dat snap je. Je leeft helemaal mee. En daarna heb ik nog een keer nagebrand in Lyon. Hè? Want daar kom je zo'n beetje net van terug. Hè? Ja. Ja. Maar ik heb ook gezien dat je toch ook wel heel wat contemporaan Nederlands werk hebt gedaan. Hè? Ik heb hier dan die opera liggen. Ja, ik zal niet een reconstructie, heb je niet nee, gedaan? Nee, toen zat ik nog in de box. Toen was je nog een kippetje, hè? Ja, ja. Maar wat heb je nog meer gedaan in Nederlands Reven? Nou, van Stoppenburg, een opera Salto Mortale van Willem van Manen. Ja. Roger. Van Ilse van de Kastelen. Die heeft veel opera. Fantastisch met Taller. Wat echt de beste muziektheaterorganisator was eigenlijk in Amsterdam in de jaren 80, 90. Alkema natuurlijk. Ja, Naima van Luvendi. Van Luvendi, ja. Dr. Faustus van Konrad Böhmer. Wat heb je nou nog in portefeuille? Want zo heet dat, hè? Nu wacht ik gewoon af. Wat er weer op je afkomt. Ik heb nu nog het Dog's Heart in portefeuille in Amsterdam. Dat toch komt nog, weer dat terug. Gaat nog op van die... En ik zeg altijd, ik zit er niet meer achterheen, want ik heb het gewoon druk. En... als er wat komt, dan... Het is interessant, doe ik het. Ik zing nog heel graag, zou maar zeggen, oude dames en heksen. Ja, maar goed, moederrollen en dat soort dingen. Die moeten ook gebeuren. Philip Jeffner, daar heb ik ook muziek van bij me. Dat vind ik wel echt wel mooi. Dat gaan we zo even bekijken. Ja. Wat zingen jullie nou thuis, Brahms duetten? Of wordt er alleen maar geboekt? Wij zingen alleen maar Funny Valentine. Funny Valentine. Zijn ze niet leuk. Ja, God aandoenlijk. Zullen dol op deze mevrouw. Vrouw, waarvan akte dat lampje is rood bij deze... Luister, iedere reclameseconde kost €300, dat weet je. Zal ik je wel zeggen, die betaal ik glimlachend. Ja, neem er een maar we gaan even naar dat muziekfragment kijken van jou. En, dit is luisteren helaas. Oh, nou goed, dan we hebben je nu heb in beeld gehad. Ja. Ja, dat gaan we erbij pakken. Oh!
goed dat jullie er waren. Ik moet er alweer een punt aan draaien. Heerlijk dat jullie in Gooiland hier zijn geweest. En ja, ik denk als je bij een volgende opera weer gaat aantreden, gaan we er nog een keertje over praten. Want ik vind het ontzettend spannend wat je doet. En ook een vrouw die regelmatig van huis is. Ik droom ervan. Dank dat jullie hier waren. Dankjewel, Tjerko. Leuk. Nou ja, de agenda voor mij, zeg eigenlijk maar, die wordt al een beetje ingenomen door dodenherdenkingen die in verschillende plaatsen gehouden worden. Ik kan het niet laten voor degenen die vanmorgen vroeg hebben gekeken. Pak dan de fiets, want vanmiddag om 1 uur kun je terecht in dat hele kleine theatertje aan de Kolhoornseweg in Hilversum. En daar gaat een soort Debussy-programma in een half toneel, half uitvoering onder de naam Madame Croche. Debussy schreef onder de naam Monsieur Croche, anti-dilettant. En dat hebben ze ontzettend leuk gedaan. Maar ja, het is een beetje laat. Maar vrijdag aanstaande, de 2e mei, gaat in de Grote Kerk in Naarden de Nederlandse Bachvereniging met een programma onder de naam Magnificat. Daarin komt het bekende Magnificat van Bach. Maar de werken die daaromheen worden uitgevoerd zijn minstens zo interessant. Dus dat wordt een bijzondere avond. En ja, alles wat de Nederlandse Bachvereniging doet, dat is bijvoorbeeld al voor 3/4 uitverkocht. Dus wie wil gaan, die moet dat snel doen. En dan inderdaad, diezelfde dag, de vrije dag, heb je s'avonds ook in de Sint-Jan heb je het Gooilands Kamerkoor met een herdenkingsconcert. En zondag de 4e in de Grote Kerk in Naarden, Thijs Kramer, die nog het ensemble Fioretto heeft. En die doet daar het Requiem van Fauré en het werken van Mendelssohn. En diezelfde dag de dode herdenking in het Rosarium. Wie daar is, die kan zo doorlopen naar die Lutherse kerk. En daar is het programma heel stemmig met werken van Mendelssohn. Mendelssohn was Lutheraan vanuit de Joodse traditie. En dat in de Lutherse kerk en dat in het kader van 4 mei. Daar is de symboliek toch wel heel aardig aangezet. Diezelfde dag ook in Eemnes, in de Nicolaaskerk, het Vulkaanensemble Puur, spelen ook een herdenkingsconcert. De volgende, of een week later, zaterdag de 10e, dan is de Schouwburg van Almere in zicht. Het is een prachtig gebouw, het is voor sommigen even rijden, maar het loont drievoudig de moeite. In Almere woont de pianiste Marietta Petkova, die hier ook al eens heeft opgetreden in dit programma. En zij speelde die avond muziek van Debussy, Chopin en Scriabin. En ik beschouw dat als een bijzondere gelegenheid. 'S middags in het Rosa Spierhuis in Laren. Daar is een bijzonder werk uit, geen vroege tijden, maar toch even geleden. Jean Cocteau, de grote animator in Frankrijk, met het werk La Voix Humaine. Uiteraard doet hij dat niet zelf, maar het is La Voix Humaine van Jean Cocteau in een nieuwe setting. Zeer de moeite waard. Dat is de agenda voor zover. Dit programma wordt vandaag de hele dag om het uur herhaald, als het goed gaat. En wij zien elkaar weer in de tafel van op 11 mei. Tot dan.